Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, onderbrengen en overdragen van personen door middel van bedreiging of met gebruik van geweld. Dit is een deel van de officiële definitie van mensenhandel, gehaald uit het protocol van de Verenigde Naties in zaken mensenhandel, het zogenaamde TIP-protocol. In dit licht heeft de werkgroep Trafficking in Persons, TIP, vandaag een eendaagse conferentie gehouden in de Royal Ballroom van Torarica. De conferentie is geopend door minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie. De bewindsman gaf aan dat het een must is dat het proces tegen mensenhandel wordt voortgezet. Na de speeches was er een paneldiscussie waarbij de aanwezigen vragen konden stellen aan het panel. Dat bestond uit DC Mike Nerkust, Lucretia Redan, voorzitter van de werkgroep, en procureur-generaal Roy Bainat Pandey. Redan gaf aan dat de conferentie bestemd was voor onder andere het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven, volksgezondheid en de media. We moeten er niet aan voorbij gaan wat er eigenlijk ook in Suriname gebeurt. We zullen niet zeggen van wat er kan gebeuren, maar wat er gebeurt. Maar die awareness is van belang. Ja, de launch van een paar weken terug, daarmee zijn we gestart om eigenlijk het bewustzijnsvermogen van de mensen aan te wakkeren. En met deze conferentie is om alle actoren erbij te halen. Om eigenlijk de neus, om die ondersteuning naar de Surinaamse samenleving op zijn breedst mogelijk aan te wakkeren. Om het te voorkomen en om het aan te vechten. Nou, alarmerend zullen we het niet noemen. Hij heeft wel kunnen merken dat er gesproken is over de trek van Haitianen naar Suriname. Heel in het verleden waren de Guyanezen, daarna de Chinezen. Dat is afgenomen, maar nu hebben we het met de Haitianen. En men probeert het ook nog via Suriname naar Brazilië en vermoedelijk ook naar Frankrijk. De awareness is van belang om het ook tegen te gaan. Kijk. De rol van de media bij de campagne Herkennen van Mensenhandel, Kijk om je heen, Doe er wat aan, vindt zij belangrijk. Daarom was de media ook uitgenodigd om deel te nemen aan de discussies. Redan ontzenuwt de denkwijze dat slachtoffers van mensenhandel meteen naar de politie moeten stappen. Slachtoffers melden zich niet zelf aan. Vaak uit schaamte, vaak uit bedreigingen, vaak uit... Noem het maar, is niet zo makkelijk als het gaat om tipslachtoffers. Laat me het voorop zeggen. En laten we ook niet oordelen over tipslachtoffers. Of ze hoe dan wel, in hoe ze in die situatie beland zijn. Soms zegt men, ja, het is een keuze die men maakt. Niet alles is een keuze. Soms is het ook omdat je het niet beter weet. Soms is het omdat het je anders is aangegeven. En uiteindelijk, als je in die situatie komt, weet je niet meer hoe eruit te komen. En wij zeggen, laten we eens als samenleving om ons heen kijken, want het gebeurt net vlak voor onze neus. Laten we ons om ons heen kijken en laten we er met z'n allen iets aan doen. Signaleer het, bel naar de hotline, geef het aan en dan kan de politie verder voor onderzoek. Redan geeft verder aan dat trafficking in persons een internationaal fenomeen is. Het bedrijfsleven is gevraagd te participeren aan de conferentie, omdat ook zij mensen kunnen uitbuiten. En dat is ook een vorm van mensenhandel. De eendaagse conferentie Trafficking in Persons is vanmiddag afgesloten.